10 jaar is natuurlijk al een hele verjaardag voor een jong en dynamisch bedrijf zoals wij zijn. Als wij vandaag na 10 jaar vaststellen dat wij een bedrijf zijn geworden dat op een gezonde financiële basis kan werken met 8 exploitaties, 4 exploitaties die er gaan bijkomen, tussen de 2 en de 300 medewerkers die ons dagelijks ondersteunen, 2,5 miljoen jaarlijkse bezoekers, ja, dan kijken we daar toch wel met heel veel trots op terug. Wat onze medewerkers betreft, Sportoazen is meer dan sport alleen, maar Sportoazen is voor hen meer dan hun werk alleen. De samenwerking met de overheden, als we die moeten samenvatten, dan denk ik eigenlijk dat we dat best zeggen dat dat vandaag onze beste ambassadeurs zijn. Wij hebben net de eerste steen gelegd van het nieuwe zwembadcomplex dat Sportoazen dus voor Halle bouwt. Niet alleen bouwt, ook financiert, ook zal uitbaten. 10 jaar Sportoazen, dat is voor Brasschade een heel traject dat wij afgelegd hebben. Ik denk dat wij ongeveer het eerste zwemcomplex waren dat in PPS-constructie, privé-publiek, met Sportoazen werd gemaakt. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar vandaag kunnen we erop terugblikken als een echte succesformule. En vanavond speciaal voor 10 jaar Sportoazen, dames en heren, Stan van Samang! De eerste 10 jaar, dat is een mijlpaal. Het ziet er bijzonder positief uit. Er zijn heel veel nieuwe complexen die eraan komen. Er zijn veel onderhandelingen bezig met steden en gemeenten die ook duidelijk onze kwaliteiten ontwaren in wat zij zoeken. En het ziet er bijzonder mooi uit.